Lieve familie, goedemorgen allemaal. Heerlijk om weer bij elkaar te zijn. Van harte welkom. Ook gasten in ons midden. Mensen die we via livestream kijken. God gaat vanochtend weer komen met zijn aanwezigheid. En, ik heb God gevraagd, Heer, wat wilt u doen deze ochtend? En hij zei tegen mij dat hij wil doorbouwen op datgene waar hij vorige week mee is begonnen. En ik was afgelopen week in mijn gedachten bezig met, ja, wat is er afgelopen zondag gebeurd? Ik weet nog van Stefan die het podium opkwam en ons zoveel mooie beloftes uit de Bijbel gaf. Over God die groot is. En zoals het in Efeze 3:20 staat, dat God in staat is om eindeloos veel meer te doen dan we kunnen bidden of bedenken. Wat kan en wil God ook deze ochtend doen? En Jan, zijn mooie preek over Jozef. En die vertelde, Jozef was een man van God die een mooie droom had gekregen. Maar die kende ook tijden dat hij in een put zat. En dat hij in de gevangenis onterecht was beland. Maar dat Jozef net als een klein plantje was. Dat waar hij geplant werd, dat hij ging bloeien. En Jan daagde ons uit, hè, om te groeien waar je geplant bent. En ik heb God echt specifiek gevraagd, ja, maar wie wilt u dan echt bemoedigen vanochtend? En hij zei tegen mij, iedereen die in financieel nood is. Dus het kan zijn dat u misschien een rekening heeft liggen die u niet kunt betalen. Of dat God iets op uw hart heeft gelegd. Misschien om naar een bijbelschool te gaan of een boek te schrijven, maar u heeft daar niet de financiële middelen voor om dat te doen. Of dat u lekker op vakantie wilt met uw gezin. Ik zou willen vragen of er mensen zijn met een financiële nood, of die mensen willen gaan staan. Want ik heb een getuigenis, en dat wil ik graag dan ook over jullie uitspreken. En jullie daarmee zegenen. Want vorige week kwam mijn man Adriaan thuis, en nou, dan vraag ik, hoe gaat het? Ja, lekker dagje gehad, maar wel met een klein tegenvaller. Nou, mensen die Adriaan kennen, een klein tegenvaller, dan hou ik mijn hart vast. Dan denk ik, wat gaat er nou gebeuren? En Adriaan vertelde dat er nog een rekening zakelijk open stond uit 2017 voor kleine 1000 euro. Nou, zo'n bedrag kunnen wij niet meteen missen, hebben we niet. Dus dan is het moment van, oké, gaan wij dan gewoon geloof hebben binnen dat God ons gaat helpen. Nou, een paar dagen later kwam Adriaan weer, lief, ik heb goed nieuws. Had hij bericht van de accountant gekregen, dat bij de belasting... Dat we deze zomer dan van de belasting teruggaan, dat we iets zullen ontvangen. En dat... Dan kunnen we in één keer gewoon die rekening betalen. Dus God heeft dan gewoon voorzien op een manier wat we dus nog niet hadden verwacht. Dus halleluja. Woe, prijs de Heer, maar nog mooier. Was ik afgelopen woensdag bij de training van Levi. Ik ga mijn beeld eens kijken. Hé, lief. Hoi, lieverd. Mijn lieve man weer. Weet je nog die rekening van 1000 euro? Ja, hoeft niet. Hoeft niet. Hoezo? Hij heeft contact met ze opgenomen. Kwijtgescholden. Woehoe! Lieve mensen, we zitten echt in een seizoen waarin God gewoon zoveel meer wil doen dan wij kunnen bidden of bedenken. En ik wil de mensen die nu staan en financiën nodig hebben, ik wil jullie ook zegenen. Ik wil andere mensen ook gewoon je handen uitstrekken naar deze mensen. En ze zegenen met de middelen uit de hemelse rijken. Ik zet ook gewoon 1000 euro giften vrij over jullie. En ik bid dat God gewoon een geweldig werk gaat doen. Nog groter dan je had durven vragen. Omdat hij een liefdevolle vader is. En omdat hij jullie op het oog heeft. Amen. Nou, en ik voel ook echt dat God zei tegen mij, Rebecca, koop gewoon een heleboel plantjes. Niet alleen maar voor de mensen die financieel misschien een beetje in de put zitten. Of in een soort van gevangenis. Maar misschien met je gezondheid. Of in relaties binnen je familie. Of een vervelende situatie op je werk. Dus ik heb 60 van die kleine plantjes gekocht. En die staan hier in profetische dozen die ik vanochtend snel bij de supermarkt heb gehaald. Royal Vine. Wij zijn, hè, wij horen bij het koninklijke wijngaard. Wij zullen groeien en bloeien. Dus als je tijdens de aanbidding echt op je hart hebt, Heer, in dit seizoen van mijn leven kies ik ervoor om u te aanbidden. En wil ik een zegen zijn, omdat ik zo gezegend ben dat ik u ken. Dan mag je tijdens de aanbidding naar voren komen en een plantje halen en gewoon... De komende week, als je dan water geeft of het oppot, dan ook gewoon ja, opnieuw zeggen, Heer, ik ontvang uw zegenen. Dus lieve mensen, we gaan staan. We gaan vanochtend onze maken, onze grote God prijzen, hem groot maken. En we gaan genieten van wie hij is, van zijn goedheid, dat hij een geweldige vader van ons is.
danken, Heer, voor deze nieuwe dag. En alle kinderen mogen ook naar de groep gaan. En ook God is bij jullie en met jullie. En ook jullie zijn gezegend. Amen. Thank you.
steeds u trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Hier u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Maar uw grootheid wordt bezongen. We'll be right back.
ben zo vol vuur op dit moment. Ik kan gewoon niet wachten. Ik ben zo blij. Ik ben zo vol van vreugde van God. Want hij is al de deur. Hij hoeft niet daar doorheen te komen, want hij is de deur. Hij staat al hier. Hij is hier in ons midden. Hij is hier in waar we doorheen gaan. Hij is hier in wat we verlangen. Hij is hier in wat we nodig hebben. Hij is hier in wat hij gaat doen. En ik zie echt dat God tijdens de aanbidding mensen vrij aan het zetten is van zorgen, van angsten. Want weet je, het zijn allemaal leugens. En dan mogen we allemaal tegen lachen. En we mogen gewoon zeggen van ja, maar angst. Je hebt helemaal geen recht om bij mij te zijn, want ik ben een kind van God. En wanneer Jezus aan het kruis is gegaan, hij is er afgekomen. Jezus is van het kruis afgekomen. Toen is het ons leven begonnen. Ons leven is begonnen wanneer hij van het kruis afging. Snappen we dat? Soms snap ik het zelf ook nog niet. Maar ik wil gewoon in die waarheid staan. En ik wil met jullie in deze waarheid instappen vanochtend. Ook wanneer we de bridge weer zingen van I am surrounded. Dat gewoon, wanneer we dat zingen, dat we mogen beseffen dat hij ons omringd heeft. His wraparound presence. Hij laat ons ook nooit los. Hij laat ons nooit los. Come on. Yes, come on. Heeft. Oeh, ik moet het even
seizoenen waar je doorheen gaat, waarbij je denkt, oh my goodness, Heer, hoe ga ik hier doorheen? En dan denk je van, ja, weet je, ik geef het gewoon allemaal over aan u, want ik kan het toch niet. En dan kom ik weer tot het besef, oh ja, gewoon in uw rust. Op uw schoot zitten, tegen uw borstkast aan en naar uw hartslag luisteren. Alleen uw hartslag is van belang tijdens de seizoenen waar ik doorheen ga, waar ik het zelf niet weet. En we zijn ook niet geroepen om het zelf op te lossen. Is dat niet geweldig? Oh, ik val bijna in het diepe. Nee. Ja, ik wil op dit moment bidden voor de mensen die gewoon die doorbraak nodig hebben. Zie, ik ben iets nieuws aan het doen, zegt God. Zie, ik ben iets nieuws aan het doen. En ook David Hogan was hier vrijdag. Ik heb bij mezelf ook in school gehad. Die man die brandt van verlangen van binnen. Je ziet zijn ogen branden van verlangen naar meer van God. Hij zegt, ik doe alleen maar wat de Vader aan het doen is. Want hij zegt, ga en verkondig het evangelie. Ga en genees de zieken. Ga en raise the dead. Wek de doden op. Hij zegt, en dat heb ik wel gezien, maar ik kan nog meer zien. Want hij zei, je zal nog meer dingen doen dan ik had gedaan. Wanneer we er allemaal naar verlangen, zijn we zo'n groot leger van God. Dat gewoon de duivel geen kans heeft. Hij heeft sowieso geen kans. Laten we hem nog meer geen kans geven. Want hij is al overwonnen. Het koninkrijk is nu. Hij is nu hier. We hoeven er niet voor te strijden. We hoeven niet op te wachten. Het is nu. Sorry, ik ga omdat ga ik bijna breken. Amen. Zullen we de worship band echt even een geweldig applaus geven? Wauw. Thanks, Ben. Amen. Amen, amen. Oh, ik zal jou een ding even lenen. Wat ik graag wil doen. Oh, ja. Wat ik graag zou willen doen is het volgende. Moet ik alles in één doen? Dat kan ik, ben een vrouw. Iets heel moois. We willen namelijk een aantal mensen bedanken. En ik wil gaan vragen of die mensen dan willen gaan staan op een plek. En dan gaat er vanzelf iets plaatsvinden. Dus ik zou graag willen vragen of Wendy Visser zou willen staan, als jullie er zijn. Karen Meijer, Anneke Struik, Esmee Haasnoot, Cor Andriessen, Julia Lammers, Margreet van Rijssel en Saskia Plaatsman. Dus jullie mogen even gaan staan. Ik zie 1, 2, 3, 4. Is niet iedereen hier? Het kan. Misschien zijn er een aantal thuis. Nou, als jullie kijken op livestream of jullie komen de tweede dienst. Dan, we hebben iets voor jullie. Ja, go. En tijdens dat we iets willen hebben, willen jullie namelijk bedanken. Want jullie hebben bijna 12 jaar gewoon meegeholpen in het dienen van de voedselbanken. Dus ik wil gewoon een onwijs groot applaus voor deze mensen. Voor het dienen met hun hart. Voor het klaarstaan. Voor er altijd te zijn. En ja, dankjewel. En ik wil graag dat mensen die om me heen staan even jullie handen op hun leggen. En je handen uitstrijken naar ze. En dat je echt mag gaan even uitstappen in het profetisch woord die je misschien kan geven. En dat we ook echt iets terug mogen geven in wat God gaat doen in hun leven en wat God aan het doen is in hun leven. Dus ja, dank je. We zeggen ja en amen voor wat je aan het doen bent. Voordat ze 12 jaar zo lang hebben gediend in wat ze gegeven hebben. En ik zie echt dat er een seizoen voor jullie klaar ligt waar God gewoon een dubbele zegening gaat teruggeven aan jullie. En dat beloftes zijn ja en amen. En dat ik zie ook gewoon volledige genezing over jullie. Ik zie volledige familierestauratie over jullie. En ik zie gewoon echt een joy voor het komende seizoen over jullie. In Jezus' naam. Amen. Ze willen ook trakteren na de dienst. Ze hebben namelijk iets voor ons. Dus als je bij de koffie en de thee, is er ook iets lekkers. Amen. Woe, amen. Ja, ik hou ook van eten. Ik ben blij dat ik een mede voor heb. Oké, dan wil ik graag dat iedereen even gaat staan. Want we gaan offergaven doen. En bij offergaven, ja, ik vind het eigenlijk het mooie woord dat we mogen geven. En we zijn
dank u voor de woorden. Vrijgevige kerk zijn en vrijgevige mensen zijn waarbij we mogen geven. En wanneer we geven, gaat de God ons dubbel en dwars terug zegenen. Dus ik wil vragen of je je handen wil uitstrekken. En dat je iets in je handen mag nemen wat je graag aan God wil geven vandaag. Maakt niet uit wat. En ook graag de overgave wat je in je gedachten hebt, wat je wilt geven. En ik wil gewoon even jullie zegenen. En ik zie echt dat God jullie wil bedanken. En ik dank je wel voor wat je iedere keer aan me geeft en me vertrouwt. Iedere keer weer het loslaat. En iedere keer weer ziet door mijn ogen heen wat ik ga doen. Dank je wel. En ik zie ook echt dat God iets terug wil geven aan je op dit moment. En het kan iets fysiek zijn, kan ook een beeld zijn, kan een woord zijn, kan wat dan ook zijn. En vertrouw erop dat God spreekt op dit moment. En ik zeg ja en amen. Wat hij wilt gaan doen. En ik ervaar echt zijn liefdelijke warme teken op dit moment. En dan mogen we instappen waar hij wil geven. Dus de mandjes mogen rondgaan, die mogen gaan zitten. Amen. En als u te gast bent in deze gemeente, u mag zeker boven wat u wilt geven ook hier investeren. Maar geef vooral in uw eigen gemeente ook. We hadden vorige week een bedrag nodig voor de rode en de gele zaal. En dat is allemaal bij elkaar gehaald. Amen! Is het niet fantastisch dat God gewoon voorziet in bovennatuurlijke wijze? Dan heb ik nog even de laatste mededeling. Hebben jullie allemaal jullie mooie foldertjes? Is het niet fantastisch dat ons hostteam hier bij de deur altijd staat en ons verwelkomt? Dat we ons thuis mogen voelen? Mogen ze even applaus geven? Thanks hostteam! Als je dan even in je boekje gaat kijken. Willen jullie allemaal even wapperen? Rechterkant doet goed mee. Links ook nog even. Yes, rechts weer even. Yes, midden even. Ja, oké, we zijn er. Als jullie kijken op de flyer, dan hebben we het programma voor profetische voorbeden, die op 2 april is door Erik en Ineke Koster. Gratis. En fantastisch. De hemel heeft voorzien. Maar als je daarboven ook nog in Erik en Ineke wilt investeren, mag altijd, hè? Hou je niet in. Dus die komt eraan. Dan hebben we ook nog, als je in de week in voor zelf kijkt, zie je dat Kingdom Builders Boekstudio Mijne zal zijn op 26 maart door Arjan. Arjan gaat staan. Arjan, sorry. Wow, applaus voor Arjan. Fantastische man. En die gaat dus echt studie geven. Je kan je opgeven bij allebei de dingen op de website. En die staat ook in je week info. Yes? Heb ik dan alles gehad? Alfred? Ja? Ik heb alles gehad, hè? Oké, ik heb genoeg en lang genoeg gepraat. Dan wil ik graag een getuigenis. Ja. Naar getuigenis. Annemarie, waar ben je? Yes. We gaan even naar getuigenis luisteren. Ja, Annemarie. Nou, hier ben ik dan. Ik werd vanochtend om 3:30 wakker. Toen dacht ik, oh, waarom heb ik toegezegd? Herken je dat? Toen ging ik ook bidden. En toen zei God echt tegen me, Annemarie, weet de overwinning ligt in de strijd. Dus daarom sta ik hier. Dus dan is het doorbroken. Mijn getuigenis is als volgt. Op tijd terug sprak Richie. En dat ging over evangelisatie. Hè? Vertellen, bidden voor mensen. En nou, ik vond het een mooie getuigenis. Maar ik had wel een beetje zoiets van, ja, oké, Heer. Ik ga mijn best doen. Maar hoe verder? En toen werd ik echt bemoedigd door Rianne. Die belde me op. Ik weet nog, ik was in Batuverdorp aan het werk. En ik werk als osteopaat. Dus ik behandel mensen met klachten. En ik weet nog, ik zat in de auto en Rianne belde me op en die zei, Annemarie, ik kom net uit de sauna, ik heb daar voor een vrouw mogen bidden die het aan de
toen stuurde ze me de volgende dag een mail. Want ze was heel stil in die behandeling. Dus ik dacht, oh, gaat het wel goed met haar? Zegt ze, hoi Annemarie, middels deze e-mail wil ik je nogmaals bedanken voor je behandeling van gisteren. Deze heeft diepe indruk op mij gemaakt. Thuis aangekomen heb ik er nog eens rustig over nagedacht waarom ik emotioneel werd. Het klopt dat ik er nooit goed in ben geweest om mijn emoties te uiten en onder woorden te brengen. Vooral je opmerking dat je het gevoel had dat het in mijn verleden mijn mond letterlijk gesnoerd is, heeft de gevoelige snaar geraakt, omdat het helemaal waar is. Op mijn 12e ben ik seksueel misbruikt en hierover heb ik jarenlang gezwegen tegenover iedereen om mijn jongere zus te beschermen. Het was zijn dreigement dat hij haar ook iets aan zou doen als ik er met iemand over zou praten. Jouw opmerking kwam dus wel binnen. Ik vind het heel bijzonder en lief dat je voor mij hebt willen bidden. Ik ben er heel erg dankbaar voor. En daarna kwam ze er ook nog op terug en ze zei echt, het helpt mij weer verder. En het is zo'n klein iets en het zet iemand verder ook weer in zijn proces, want God wil iedereen genezen en wil door iedereen heen werken. En ja, daarin wil ik ook echt jullie bemoedigen. Wil je uitstappen in moed? Ik moest ook mijn moed verzamelen om die stap te zetten. En wil je ook anderen bemoedigen? Dan wil ik je eigenlijk vragen van, ga opstaan, want we hebben elkaar nodig. En dan wil ik echt een activatie over jullie uitbidden. Dus wie heeft hier verlangen naar om meer van, ja, dat God door hem heen werkt? Ja, Vader, ik wil u echt danken voor de honger in deze gemeente. En Vader, ik wil echt leven uitspreken. Leven over iedereens mond, Heer. En ik wil iedereen die een melkkorf soms ervaart, Heer, om te kunnen spreken, om uit te stappen, Heer, die wil ik echt op dit moment binden en van iedereen wegtrekken, in Jezus' naam. Heer, en ik wil echt leven uitspreken. Leven, en dat iedereen weet dat uw geest, Heer, in ieder van ons leeft. En dat wij dezelfde werken doen als Jezus en nog groter dan dat. En daar zegen ik jullie mee. Woehoe, doorbraken. Amen, amen. Woehoe. Nou, daar komt wat vuur uit. Ik kan niet wachten wat ik volgende week ga horen van iedereen. Dan wil ik nu iemand aankondigen. Ja, het is eindelijk tijd. Een man van geloof. Een man die altijd doorzet. Een man die ziet wat God wil gaan doen. Een man die weet wat mensen nodig hebben. Die altijd eigenlijk voor iedereen klaarstaat. En wat ik echt fantastisch vind. Waarbij ik het fantastisch vind om deze gemeente te mogen dienen. Zullen we gewoon, wat ik heel gaaf vind, gaan staan en Walfried even een groot applaus geven. Woe! Twee bakken staan. En met bakken met viooltjes. Rebecca die vertelde daar iets over. En vanmorgen tijdens het voorbeeld bestond dat ik echt het idee van het voorjaar is gekomen. Weet je, je voelt dat ik, oh, er is gewoon een nieuwe verwachting. Ik geloof dat God die gaat nog zoveel nieuwe dingen doen. Gewoon in de gemeente, in jouw persoonlijk leven, in je gezin, in waar dan ook. En wat ik zo tof vond van Rebecca is dat ze. Je kan het zien van, het is iets leuks, maar ik geloof dat het een profetische daad is, dat ze naar die winkel is gegaan. En dat het ook niet toevallig is, wat staat erop? Royal wine. Koninklijke wijn. Ik geloof dat we als gemeente, dat we vrijmoediger mogen zijn om die dingen die God wil geven, om ze op te pakken. En dus, als ik nu naar deze bakken kijk, dan zijn ze ongeveer voor een kwart zijn ze opgehaald. Wat zou het mooi zijn, ze hebben 60 gehaald, dat we even 1 minuut de tijd nemen en zorgen dat de bakken leeg zijn. Dus als je ja wil zeggen tegen het profetische woord wat Rebecca gaf, zeg van ik heb viooltjes gehaald voor nieuw leven, voor voorziening, voor dingen die je, God die wil je cadeautjes geven vanmorgen. Hij wil je iets moois geven. En het lijkt er wel eens op, weet je, als je
als bij kinderen met een zak met snoep. Als je, tenminste, ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt en daar hadden we wel zo'n leuke dingen. En dan trok een zak chips open en dan was drie keer met je ogen knipperen en die zak was leeg. En het is ongelooflijk, maar het later, maar toch op. En, maar er is niet iets van een bescheidenheid. Van, oh, nou, misschien iemand anders eerst. Of wil jij misschien wat? Nee, weet je, daar denken ze niet over. Nou, op het moment dat je iets wil geven, is dus een claimer dat dit is voor mij. En ze zullen eigenlijk net als de kinderen, dat gewoon ja zeggen tegen wat God wil doen. Gewoon het voorjaar breekt uit van hier, u wil nieuwe dingen geven. En ik, dit plantje, dat is voor mij. Deze, daar blijf je vanaf, want die is voor mij. Ja? Dus we pakken het 1 minuut en zorg dat die bak leeg zijn. Kom maar, kom naar voren. Geen ruzie maken. Goed zo, die is leeg. Ja, helaas, sorry. Te laat. Volgende week weer. Ja, misschien denk je van, wat een raar gedoe, weet je wel. Waarom is het nou nodig? Maar ik geloof dat we altijd, waar je ook bent en wie je ook bent, hoe lang je God ook kent, ik geloof dat er altijd een honger en een passie kan zijn van de Heer die wil maar meer geven. Ik denk dat we hoeven nooit op een punt te komen te zeggen, we hebben het wel gezien met God. Wat hij wil geven, ik heb alles wel meegemaakt. Ik geloof dat we altijd honger mogen hebben naar dingen die God wil gaan doen. Daar ga ik ook nog iets over delen ook, nou, dat is helemaal leuk. Even kijken hoor. Oh ja, ergens in het najaar, ik zat even te zoeken, ergens in het najaar heb ik iets gedeeld over de kleine groepen. Ik moet een beetje vaart maken, want we zitten tijd nodig. Maar dat geeft niet. We gaan stoppen met de shelter groepen. Dat heb ik toen in het najaar gezegd. Misschien weet je dat nog te herinneren. En we hebben niet stilgezeten. Inmiddels bestaan de shelter groepen ook niet meer. En we zijn gestart met nieuwe kleine groepen. En die noemen we at-home groepen. En die at-home groepen, dat betekent eigenlijk thuis. Shelter thuis. En daarom hebben ze ook zo genoemd. Is eigenlijk wat we hier op zondagochtend ervaren. Dat je het ook in kleine groepjes thuis bij elkaar kunt ervaren. Waarom is verandering soms nodig? Was het niet goed, hè, die sheltergroepen, wordt het nou gezegd? Nou, ik denk dat de sheltergroepen voor een hele lange periode in de gemeente enorm belangrijk zijn geweest. Wie heeft er de afgelopen jaren een sheltergroep, of is deel geweest van een sheltergroep? Ooit. Oké, ja. Mooi. Wie heeft er een sheltergroep geleid? Ooit. Ook een hele grote groep, ja. Wil ik je bedanken voor wat je hebt gedaan. Want je hebt meebewogen in een seizoen van de gemeente. En dus de sheltergroepen die waren goed voor een bepaald seizoen. En daar wil ik je echt voor bedanken dat je tijd hebt gestoken. Dat je hebt geïnvesteerd in mensen. Dat je je huis hebt opengesteld. Dat je gastvrij bent geweest. Dat je mensen hebt bemoedigd. Dat je soms ook lastige gesprekken hebt gehad. Wat er ook allemaal soms wel eens bij komt kijken. Maar dat heb je goed gedaan. En daar wil ik je voor bedanken. Dus de sheltergroepen die zijn belangrijk geweest. Soms is het ook tijd dat dingen na een bepaald seizoen worden afgerond en dat er iets nieuws komt. Omdat soms is het makkelijker om iets nieuws te beginnen op een nieuw fundament, in plaats van dat je dingen gaat aanpassen en gaat veranderen. En daar ga ik ook iets over delen. Het is een nieuwe naam. Hoe vinden jullie die naam trouwens? At Home? Leuk hè? Dus ik vind het leuk. Shelter at Home. Ja, niet leuk? Nou, ik vind het wel leuk. Shelter at Home. Shelter thuis. Want dat is ook eigenlijk wat we willen. Hè? Wat ik al zei, dat als je hier komt, dan beleef je iets met elkaar, maar dat je dat ook thuis in de woonkamers met elkaar kunt beleven. Dat je familie bent met elkaar. We willen verder groeien en ontwikkelen naar een gemeente met een koninkrijkscultuur. Dat is echt het seizoen waarin we zitten. We willen een koninkrijkscultuur in de gemeente. Dat is niet alleen op zondagochtend, maar dat is in de kleine groepen, in elk team. Maar dat we gericht zijn en gefocust zijn, meer dan ooit op het koninkrijk van God. Een cultuur waarin het voor iedereen motiverend is om te groeien en krachtiger te worden. En dat heeft alles te maken met cultuur. Cultuur zorgt ervoor dat dingen makkelijk groeien en ontstaan. Dus de plantjes die je plant, als ik hem hier laat staan, dan is hij volgende week waarschijnlijk dood. Maar als ik hem eentje in een pot zet, of als ik hem in de tuin plant en geef hem water en ik zet hem even in de zon, dan kan hij mooi opgroeien. Dus we willen een omgeving.
gesproken afgelopen jaar over familie. In Efeze 2 vers 19 daar staat, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. We zijn familie. Nou, dan ga ik het niet veel over hebben vanmorgen, want daar hebben we afgelopen jaar al vrij veel over gesproken. We zijn een familie met elkaar. Dat is eigenlijk het eerste puntje. We zijn familie. Maar ik wil even inzoomen op een ander punt van wat we ook zijn. Of wat familie ook betekent. In 1 Korinthe 12, vers 13 tot 27. Nou, die mag je even met me opzoeken. 1 Korinthe 12, vers 13 tot 27. In één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, het lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor er niet bij, het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zouden we dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zouden we dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de mond zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan evenmin tegen de voeten zeggen, ik heb je niet nodig. Integendeel. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons lichaam niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Punt. We zijn een lichaam. We zijn een lichaam en elk lichaamsdeel doet mee. Elk onderdeel van deze gemeente, elk persoon, is onderdeel en is belangrijk. We kunnen niet zeggen tegen één enkel individu, ik heb jou niet nodig. Is dat waar? Ik geloof er wel. Nou, dan zeg je, ja, dat zeg je nu wel. Maar ik ervaar dat helemaal niet zo. Misschien denk je van, het is een mooi voorbeeld dat we er allemaal bij horen. Maar ik ervaar dat het vooral gaat om de mensen die ergens in een leidersteam zitten. En ik zit niet in het leidersteam, dus ik hoor er eigenlijk niet zo bij. Misschien heb je de gedachte van, ja, het zijn vooral de 5 talenters. De mensen die heel veel kunnen. Daar draait het vooral om. Maar ik heb maar 1 of 2 talenten en ik tel eigenlijk niet echt mee. Ze hebben me niet echt nodig. Misschien heb je het idee van, het zijn vooral de 30ers waar het allemaal om draait. En ik ben oud en ik doe eigenlijk niet echt mee. Het wordt wel gezegd, maar het is niet waar. Misschien denk je wel, het zijn de extroverten die alle leuke dingen mogen doen. En ik ben een introvert en ik ben eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Maar als je even verder leest in 1 Korinthe 12, dan zie je God aan alle leden van dat lichaam, dat hij ons gaven geeft. Allemaal. Hij geeft ons gaven. En hij maakt geen onderscheid tussen mannen, vrouwen, joden, heidenen. Hij maakt geen onderscheid of je jong of oud bent. Hij zegt nee, jullie zijn een lichaam. En elk lichaamsdeel, dat telt mee, en elk lichaamsdeel heeft een gave, een unieke gave die nodig is om het lichaam te laten functioneren. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat is wat ik geloof. En dat is ook wat we verkondigen, dat is wat we vertellen. En zolang je blijft zeggen tegen jezelf, ik doe niet echt mee, ik ervaar het niet, dan zal er ook niks veranderen. Ik heb het volgende opgeschreven. Weet je, je kunt mij of anderen, die kun je kwalijk nemen,
dat ik je het gevoel geef dat je er niet bij hoort. Maar de waarheid is dat je gelooft in iets wat niet waar is. De waarheid is dat je gelooft in een leugen. Je kunt mensen nooit de schuld geven van die overtuiging dat je er niet bij hoort. Want dan ben je precies hetzelfde als dat ene oog die zegt van ja, maar het gaat eigenlijk niet om mij. Je gelooft in een leugen. En ik geloof dat het belangrijk is dat we als gemeente, dat we op gaan staan. En dat we woorden van geloof zeggen overeenkomstig wat de Bijbel zegt. We zijn een lichaam met allemaal onderdelen. Met allemaal lichaamsdelen. En elk lichaamsdeel telt mee. Als je woorden die je spreekt aan laat sluiten bij het woord van God. Dan zeg je, ik ben deel van dit lichaam. Ik heb een unieke gave gekregen. Ik krijg misschien niet de indruk dat het gewaardeerd wordt. Maar ik ga net zo lang op zoek naar een manier om op een betekenisvolle wijze bij te dragen aan dit lichaam. Ik geloof dat is de taal van een krachtig persoon. We zijn een lichaam en elk persoon hoort hierbij. Allemaal. Hier wil ik eigenlijk helemaal niet over spreken, maar het is wel een belangrijk punt. Om je te beseffen dat we er allemaal bij horen. We hebben elkaar allemaal nodig. We zijn een lichaam, we zijn een familie en we hebben elkaar nodig. Dat zijn die twee punten. We zijn familie en we hebben elkaar nodig. En die twee punten die wil ik even parkeren. En die pak ik later straks weer uit de kast om daar iets mee te doen. Even een stapje maken. In november hadden wij een dag met het Shelter Leidersteam om hierover te hebben. We hebben het over de gemeentecultuur gehad. Wat zien we in de gemeente? Wat gaat goed? Wat zijn de fijne kenmerken van de gemeentecultuur? En waar kunnen we nog groeien? En ik heb toen gebruik gemaakt van een boekje van Sarah Lanier. Ja, het is net hoe ik het uitspreek. In ieder geval, het is een vrouw. En die heeft een boekje geschreven. En het boekje dat gaat over warme klimaatcultuur en koude klimaatcultuur. Ontzettend leuk om te lezen. Het is een dun boekje, zoals vast ook hier bij het Resource Center te vinden zijn. En zij omschrijft eigenlijk, zij heeft de hele wereld overgereisd. Zij heeft voor jeugdopdrachten gewerkt. En ze zegt, er liggen heel grote verschillen als je kijkt naar warm klimaatcultuur, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika, en koud klimaatcultuur. En beide culturen hebben sterke punten en zwakke punten. En met name als het over familie gaat, dan kunnen wij, denk ik, als Nederland, als koud klimaatcultuur, heel veel leren van de warm klimaatcultuur. Ik denk dat ik op het gebied van gastvrijheid, dat wij iets kunnen leren van de culturen van Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Of andere warmcultuurlanden. Het boekje staat vol met hele mooie voorbeelden en verhalen. En ik geef je twee voorbeelden. Het eerste verschil wat zij aangeeft, is dat we hier in het Westen, in de koud klimaatcultuur, dat we te maken hebben met individualisme. Nou, dat zal voor niemand nieuw zijn. In een warm klimaatcultuur gaat het vooral over groepsidentiteit. Ik noem gewoon even dingen op die ik... Dus nogmaals, dit is niet van mezelf, dit is van haar. Wij leren in onze koude cultuur, onze kinderen, dat zij individueel zijn met een eigen mening. En dat ze zelf kunnen denken. We leren hen om een mening te hebben en deze te verdedigen. Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid, dat zien wij hier in het Westen als een grote kwaliteit. Dat hebben ze nodig om te kunnen slagen in dit leven. In de koude cultuur zijn mensen gericht op zelfontplooien. Als iets niet uitkomt of hebben we ergens geen zin in, dan doen we het niet. In een koude cultuur weten we goed wat onze rechten zijn, maar als iemand ons wijst op onze verantwoordelijkheden, dan voelen we dat aan als sturend en soms zelfs betuttelend. In een warme cultuur denkt men heel erg anders. Dan gaat het niet over het individu, maar het gaat op de eerste plaats om de groep. Het gaat om het groepsbelang. De uitspraak, bekende uitspraak, ik denk dus ik besta. Bekende filosoof die dat heeft uitgesproken. De Maori's in Nieuw-Zeeland kennen ook een uitspraak en zij zeggen, ik hoor ergens bij, dus ik besta. Dat is mooi, hè? Ik hoor ergens bij, dus ik besta. In een warme cultuur worden kinderen geleerd, jij bent deel van een gezin, van een familie, een dorp of een stad. En kinderen in een warme cultuur die leren dat hun persoonlijk gedrag geen schade mogen brengen aan de groep. En tegen kinderen in een warme cultuur zeggen ze, er zal nooit een situatie zijn waar jij het alleen uit moet zoeken. Prachtig. Heel erg inclusief denken, als groepsdenken. Het gaat niet op de eerste plaats om jouzelf, om je eigen ontwikkeling, maar het gaat om de ontwikkeling van de groep. Ik leg alleen even de verschillen neer. Dus warm en koud. Het andere verschil die zij aangeeft, gaat over inclusiviteit versus privacy. Dat is heel interessant. Hier in het Westen hechten we enorm veel aan privacy. Waarschijnlijk jij ook. Ik ook. We hechten aan privacy. We willen graag ruimte en tijd voor onszelf hebben. Dat vinden we fijn. In een warme cultuur ligt dat anders. De vrucht van groepsidentiteit in een warme cultuur
niet denken dat iedereen, of dat we zien dat iedereen erbij hoort, zeg maar. Dus we sluiten niemand buiten. Nou, ik denk dat we daar een enorm punt hebben waarin we kunnen leren. En een heel mooi voorbeeld is wat er gebeurt, bijvoorbeeld bij ons in de koffieruimte, na de dienst. Dan zie je mensen die komen bij elkaar, ze ontmoeten elkaar, ze groeten elkaar en ze drinken wat koffie en ze hebben een gesprek. Nou, in een koud klimaat natuurlijk, ik denk dat we het allemaal zullen doen als je twee mensen in gesprek ziet en je wil erbij staan, dan of je hebt een vraag aan een van die twee, die vraag je, mag ik misschien even onderbreken. En dat is een kenmerk van een koud klimaatcultuur. In een warm klimaatcultuur hoef je die vraag helemaal niet te stellen. Daar kom je er namelijk gewoon bij staan. Want daarmee wordt gewoon verwacht dat het gebeurt in de openbare ruimte. Daar ben jij gewoon deel van. Dus natuurlijk mag je erbij staan en je mengt je gewoon direct in dat gesprek. Dus privégesprekken in een algemene ruimte, dat gebeurt eigenlijk niet. Dus als er een tafel getekst staat met eten in een warm klimaatcultuur, dan hoef je niet te vragen, mag ik overpakken? Ja, het is logisch dat je iets pakt, want je bent deel van de groep. Dus mag je deelnemen aan de activiteit die er plaatsvindt. Met spelletjes of met games of wat dan ook. Daar wordt gedacht van, hey, je stapt in die ruimte en je mag daar direct aan deelnemen. Nou, dat zou bij ons een beetje vreemd zijn. Ik heb het één keer uitgetest. En ik was toen bezig met dit boekje aan het lezen. En we hadden een gids meeting in Haarlem. En ik was in gesprek met Laurens. En we hadden het ergens over. En op een gegeven moment kwam iemand bijstaan. Dus ik groet hem. En eigenlijk ga ik gewoon verder met ons gesprek. Maar ik open me wel, zeg maar, voor hem dat hij mee kan doen. Maar je zag gewoon dat hij, ik vond het heel herkenbaar. Je zag dat hij zich er geen raad mee wist. En dus hij voelde zich eigenlijk een beetje opgelaten, zag ik. En wij gingen gewoon verder. En ik probeerde hem wel bij te betrekken. Maar het duurde denk ik een minuut, dan heb ik gewoon weg. En ik denk, oh, wat grappig. Het werkt zo, het is zo. Op het moment dat je bij ons in onze koude klimaatcultuur, dan moet je een soort van toestemming vragen. Mag ik deel zijn, zeg maar, aan dit gesprek of stoor ik niet? In een warm klimaatcultuur is dat heel anders. In een warme cultuur kun je zonder aarzelen deelnemen aan wat er rondom je gebeurt. Grappig is dat. Er is bijna geen onderscheid tussen wie wel en wie niet deelneemt aan bepaalde sociale gebeurtenissen. Nieuwe gemeenteleden, die lopen hier wel eens tegenaan. Die vinden het wel eens lastig, dan komen ze in de koffieruimte en ze voelen zich eigenlijk niet vrij om gewoon bij iemand te gaan staan. Dan denk ik, ja, die mensen zijn met elkaar in gesprek. Dan denk ik, daar zouden we best wel iets van kunnen leren. Van de warme klimaatcultuur. Dat het uitnodigend is dat mensen erbij kunnen staan. Nou, dat is een zijspoortje. Ik kwam een uitspraak tegen, een Japanse uitspraak. Er staat, zelfs al heb ik maar één ert, dan deel je die in gelijke stukken met alle mensen in de kamer. Dat is hoe zij denken. Prachtig. De Nieuw-Zeelanders die zeggen, ik neem mijn mand mee en jij neemt jouw mand mee en samen voeden we iedereen die aanwezig is. Dat is prachtig, hè? Dus je deelt gewoon je lunchpakketje met iemand. Heb je het al eens meegemaakt dat je collega je een boterham aanbiedt? In grote kans dat je nee zegt. Toch? Ja, in grote kans dat je nee zegt. Zegt nee, hoor, nee, dat hoeft niet zo. Maar het is eigenlijk in een warm klimaatcultuur dus heel normaal van, ja, oh, we zijn met z'n zes en we hebben vier lunchpakketjes mee, dat delen we met elkaar. Zo gebeurt dat. Heel leuk boekje. Goed. Zij woonden in Amsterdam voor een periode. En ze reisden veel de wereld over. En op een gegeven moment toen het grootste probleem in Amsterdam bij jeugd in opdracht was, wat ze merkten in de samenleving, was eenzaamheid. Dus dat loopt constant tegen aan mensen die zich eenzaam voelen, mensen die ergens niet kunnen connecten met andere mensen. Op een gegeven moment ging ze 9 maanden naar Chili. En toen vertelde ze, ik was 9 maanden in Chili en na die 9 maanden ging ze weer terug. Misschien ergens anders heen. Dat weet ik even niet meer. Maar ze zei, na die 9 maanden realiseerde ze zich dat ze geen één eenzaam persoon was tegengekomen. Ze zegt, wat apart. Eigenlijk bestaat eenzaamheid. Het bestaat niet in een warm klimaatcultuur. Je moet daar je best doen. Je moet je letterlijk verstoppen als je alleen wil zijn. Als je je niet verstopt, dan zijn er mensen om je heen. Dus geef daar een leuk voorbeeldje van. Die ik even voor en voor u lees. Even kijken hoor. Ja, komt ie. Het gaat over haar zus. En volgens mij zijn ze ergens in. Ergens in een warm klimaatcultuur. Ik weet even niet meer waar, maar dat maakt niet uit. Als je niet onder de mensen wilt zijn, schrijft zij, dan moet je je letterlijk echt verstoppen. Mijn zus houdt enorm van mensen om zich heen en bloeit op in een cultuur van inclusiviteit. Ze vertelde eens, ik word mensen nooit zat. Het kunnen we er nooit genoeg zijn. Zolang ik genoeg zuurstof krijg, mag ik de rest van de kamer helemaal vol proppen met mensen.
Tijdens haar bezoek aan San Diego voelde ze zich op een avond een beetje ziek en ging daarom in onze slaapkamer op bed liggen om weer op krachten te komen. Er kwam een vriend bij me langs die op mijn bed ging zitten om wat te praten. En al snel was de kamer gevuld met mensen en enkele mensen waren inmiddels ook al op het bed van mijn zus gaan zitten. Niemand leek er erg in te hebben dat zij probeerde uit te rusten en ze voelde het geweldig. Ik weet niet of ik het geweldig vind. Ik ben op een gegeven moment Tim de Zwart op mijn bed en ik denk, wat kom je doen? Zellig. Ze reisde terug naar Amsterdam. En dit is wat ze schreef bij terugkomst naar Amsterdam. Ze geeft even een plaatje aan van, als mensen zien dat je alleen staat, dan zoeken ze je op. Want ze willen niet dat je alleen bent. Dus het is bijna onmogelijk om alleen te zijn. En op een gegeven moment, wat ik zeg, ze komt terug in Nederland. En ze vertelt eigenlijk wat zij meemaakt. En dat is het volgende. Kort nadat ik vanuit Chili in Amsterdam terugkeerde, besloot ik op een zondagmiddag eens lekker te gaan koken. Dat was voor mij vaak een heerlijke manier om te ontspannen. Gaandeweg besloot ik wat vrienden te bellen om hen uit te nodigen lekker een avondje bij me te komen eten. Ik bleef een telefoontje na telefoontje na telefoontje. En keer op keer teleurstelling na teleurstelling. Niemand kon komen. Ik kreeg antwoorden als, ik zou het normaal heerlijk gevonden hebben om te komen, maar ik had juist zo'n zin om even lekker rustig een avondje te hebben. Of, had ik het maar eerder geweten. Ik zit net in bad en heb eigenlijk geen zin meer om me aan te kleden en eruit te gaan. Wat vind je ervan om dinsdag samen te lunchen? Ja, ik was niet bezig om gezelschap te vinden voor mijn dinsdag en lunchtijd. Ik voelde me eenzaam op zondagavond. En toch vanwege de behoefte die zij hadden om alles gepland te hebben, was het voor mij onmogelijk om ook maar één van hen over te halen langs te komen. En op dat moment werd ik me bewust van een van de hoofdredenen voor eenzaamheid in onze goed georganiseerde stad. Wat wij nodig hadden, was meer van die spontane relaties uit warm klimaatcultuur en minder van die koud klimaat gestructureerde privacy. Dit geeft al best wel aan wat de verschillen zijn tussen een warm en een koud klimaatcultuur. Even terug naar die dag van het SLT. We hebben daar echt een leuke dag over gehad. We hebben heel veel voorbeelden genoemd. We zijn ermee in gesprek gegaan. En het was grappig om de verschillen te zien, maar ook best wel soms confronterend. Ik denk, wat zijn we soms kil? En wat zijn we soms gestructureerd en wat zijn we soms gepland? En wat zit er soms weinig ruimte bij voor gewoon spontane ontmoeting en vriendschap? Wat me opvalt is dat we soms echt weer moeten leren wat het betekent om vriendschap te hebben. Eigenlijk gek. Je zou zeggen dat volwassen mensen moeten weten hoe het werkt met vriendschap. Maar ik denk dat heel wat mensen gewoon niet weten hoe je vriendschap onderhoudt. Het is confronterend om te zien en ook wel weer grappig. Weet je, ik merkte dat we van beide culturen dat we een hele mooie eigenschap hebben. Wat ik niet zeg is dat de warm klimaatcultuur alleen maar positief zijn en goed zijn. En dat koud klimaatcultuur dat alleen maar slecht is. Koud betekent niet slecht. Ik denk in onze westerse cultuur, wij hebben ook hele goede eigenschappen. Ik denk bijvoorbeeld aan doelgerichtheid. Dat is waar we sterk in zijn. Focus op ontwikkeling. Dat is waar we sterk in zijn. En we weten ook, dat lees je ook terug in het boekje, daar zou de warm klimaatcultuur echt iets van kunnen leren van waar wij sterk in zijn. Of duidelijkheid in de manier waarop we communiceren. Dat zijn dingen waar we sterk in zijn. Nou, in de at-home-groepen zoeken we naar een goede mix tussen deze beiden. We willen een mix hebben tussen goede eigenschappen van een warm klimaatcultuur en willen eigenschappen hebben van een koud klimaatcultuur. En dan krijg je groepen, dat een kleine groep, een at-home-groep is een kleine groep met mensen die beseffen dat ze familie zijn en dat ze elkaar nodig hebben om te groeien. Een at-home-groep dat staat op een profetisch apostolisch fundament. Een at-home-groep is een open groep waar iedereen welkom is. In een at-home-groep is het belang van de ander belangrijker dan de eigen behoefte aan privacy met een select groepje bekenden. In een at-home-groep vindt een discipelschap plaats met een duidelijke focus op het koninkrijk van God. In een at-home-groep komen mensen met unieke gaven en die ontwikkelen ze en die komen naar boven. Er is fun en vriendschap in een at-home-groep en er wordt naar elkaar omgezien. In een at-home-groep vind je liefde en word je ook terecht gewezen als je rommel maakt. Je ontvangt genade, bemoediging om weer door te gaan. In Efeze 4, vers 15 staat, dan zullen we door ons aan de waarheid houden en elkaar liefde hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Samen groeien naar het ene beeld, Jezus. Daar zit zoveel in. Je hebt elkaar nodig om te groeien in je beeld van Jezus. In het evenbeeld om een evenbeeld van Jezus te zijn. Je hebt elkaar nodig. Je kunt dat niet alleen. We zijn familie, we zijn een lichaam, we hebben elkaar nodig om te groeien naar Christus. In Matteüs 12, vers 48, dat wil ik weer afsluiten, staat een mooi verhaal. Er staat,
terwijl hij nog met mensen in gesprek was, dat is Jezus, hij staat ergens binnen, diende zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. En iemand die zei tegen hem, uw moeder en uw broers die staan buiten, ze willen u spreken. En Jezus antwoordde, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar de leerling en zei, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder. Jezus is onderwijs aan het geven. En op een gegeven moment staan zijn moeder en zijn broers die staan buiten. En ik zit erover na te denken. En ik denk dat het ongeveer als volgt is gegaan. Dus de broers en de moeder van Jezus, die zoeken Jezus. En ze zijn naar hem op zoek. En ze gaan naar het huis, maar het huis zit helemaal bomvol met mensen. Ze kunnen er niet in. Dus een van zijn broers die roept dan naar iemand die toevallig net in de gang staat. Zegt, hey, ja, jij, ja, wil je even tegen Jezus zeggen dat zijn broers en zijn moeder buiten staan? En misschien wil je even vragen of hij even naar buiten komt, want we hebben hem nodig. Dus die man die draait zich om. En hij ziet wat er allemaal aan, kijk nog even. En er gaan een aantal minuten voorbij. En er gebeurt helemaal niks. Dus die broer van Jezus, die roept naar diezelfde man van, hey, heb je nou gevraagd, waarom duurt het zo lang? En die man die draait zich om en die zegt, nou, hij komt niet. Hij komt niet. Nee, zegt hij, hij komt niet. Waarom niet? Hij zegt, ik weet niet wie jullie zijn, maar Jezus die zegt dat zijn broers en zijn moeder al binnen zitten. Hoe moet je je voorstellen? Als je de broer van Jezus bent, wat krijgen we nou? Wat zij wisten, wij zijn de broers en de moeder van Jezus. Dat wisten ze. Zij waren de familie van Jezus. De vraag is niet of zij dat wisten dat ze familie waren, maar de vraag is waarom stonden ze buiten? Waarom stonden ze buiten? Misschien waren ze bezig met andere dingen. Dat ze bezig waren met iets wat belangrijk was, aan een gesprek of ze alles aan Jezus heeft nodig en ze gingen naar hem toe. Ze waren in ieder geval bezig met iets wat voor hen belangrijker was dan binnen bij Jezus zijn. Misschien, dat is mijn eigen invulling, had ze het onderwijs van Jezus inmiddels wel een beetje gehoord. Dat jij nou weet, nou, dan gaat hij er onderwijs geven over het koninkrijk van God, al die voorbeelden. Ja, gaan we weer zitten en dan weer luisteren, weer die fariseeërs die moeilijke vragen stellen. En misschien dacht ze daarna, weet je, we slaan een keertje over, zeg maar. Maar hoe het ook zij, we weten het niet, maar we weten wel in ieder geval dat ze kwamen. Zij vonden in ieder geval, het had niet de hoogste prioriteit om die dag of die middag bij Jezus aanwezig te zijn en gewoon naar hem te luisteren. Ze kwamen op het punt dat zij het niet nodig vonden om in het huis bij Jezus te zijn. En Jezus die geeft een antwoord. Hij zegt, zij zijn mijn moeder en mijn broers en hij wijst naar zijn leerlingen. En zegt hij, ieder die de wil van de vader doet is mijn broer, mijn zus en mijn moeder. Maar wat deden nou de moeder en de broers van Jezus verkeerd? Deden ze dan een grote zonde of zo, of wat dan ook? Het eigenlijk enige wat we op kunnen maken, is dat zij niet de hoogste prioriteit hadden om met elkaar als familie bij Jezus te zijn. En hoewel zij formeel familie waren, erkende hij hen op dat moment niet als familie, omdat hij ze miste. Hier zit een les in. Wanneer jij tot bekering bent gekomen, heb je het voorrecht gekregen om familie te zijn. Je hebt het voorrecht gekregen om familie te zijn. Om deel te zijn van het huis van God. Maar dat voorrecht, dat mag je nooit brengen op een plek waar we voldoende hebben gezien en genoeg hebben gehoord van Jezus. En het risico zit er wel in dat we buiten blijven staan. Jezus die wijst naar zijn leerlingen, dit is mijn familie, dit is mijn broer, dit zijn mijn zussen. Er stonden veel meer mensen. Er stonden fariseeërs en schriftgeleerden, maar Jezus wijst naar zijn leerlingen en hij zegt, zij die samenkomen met een hart om te leren en het verlangen om mij te ontmoeten, dat is familie voor mij. Mensen die samen de moeite nemen om hem te zoeken en van bij hem te zijn en van hem te willen leren, dat is familie voor mij. We hebben elkaar nodig, hebben we net gelezen. Maar mijn vraag is, geloof je dat echt? Geloof je echt dat je elkaar, dat je de ander nodig hebt om te groeien? Geloof je het echt? Als je bent opgegroeid in een koude cultuur die gelooft dat zelfredzaamheid en onafhankelijkheid, dat het kracht is. Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik er niet altijd van overtuigd dat ik anderen nodig heb om te groeien.
dat ik zelf een heel eind kan komen. Dan ben ik even eerlijk. Ik denk dat ook de koudcultuur, dat het ook in mijn denken zit. Maar de Bijbel die zegt iets anders. De Bijbel die zegt, je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig om te kunnen groeien. Om naar het evenbeeld van Jezus te groeien. En ik wil niet op het punt komen dat ik formeel familie ben van Jezus. Ik wil iemand zijn die hongerig blijft naar meer van Jezus. Iemand die samen met anderen aan zijn voeten zit om te leren en te ontdekken. Iemand die in het huis is en in plaats van erbuiten en beseft dat ik anderen nodig heb om te groeien. En dat de anderen mij nodig hebben om te groeien. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En wat ik niet zeg is dat je geen familie bent als je niet deelneemt aan het hoopgroep. Dat zou flauwekul zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Het hoopgroep is eigenlijk alleen maar een middel om familie te zijn. Maar waar het om gaat, dat is dit. Gods kanaal van groei, van ontwikkeling, dat is familie zijn. Gods kanaal van groei en ontwikkeling is familie zijn. Je hebt elkaar nodig als een lichaam. En als we onszelf niet aansluiten op dat kanaal, dan plaatsen we onszelf als het ware buiten dat huis. En we zijn bezig met van alles en nog wat. Maar God zegt, ik heb juist familie bedacht. Ik heb jullie gegeven als broers en zussen aan elkaar. Om elkaar te slijpen en elkaar scherper te maken, om te groeien en te ontwikkelen. Maar als je daar ervoor zorgt dat je daar geen deel van bent, dan mis je zeg maar die potentiële kracht die zit in familie zijn. Snap je wat ik zeg? Misschien weet je het niet meer eens, dat mag ook. De kracht van familie zijn die laat je groeien richting Jezus. De kracht van familie zijn laat je groeien richting Jezus. Ik ben super blij om te vertellen dat we inmiddels 10 groepen hebben. We hebben 10 at-home-groepen. En die staan allemaal op de website, daar kun je deel aan nemen. En ik hoop echt dat we zullen groeien, dat er meerdere groepen kunnen komen. We hebben dit nodig als we willen groeien als gemeente in discipelschap. Als we willen groeien om meer te ontdekken van het Koninkrijk van God, dan hebben we kleine groepen nodig. Groepen die gericht zijn op het Koninkrijk. Groepen die elkaar bemoedigen, die elkaar aanmoedigen. Gewoon vaders en moeders zeggen, ik open mijn huis en kom maar langs. Weet je, we willen gewoon familie zijn met elkaar. Want we geloven in familie zijn. We geloven dat we elkaar aan elkaar gegeven zijn. En dat we elkaar nodig hebben om te groeien en te ontwikkelen. Dus ik wil je eigenlijk aanmoedigen. Of je gewoon eens wil overwegen om bij een groep aan te haken. Maar ook inderdaad of je wil overwegen om zelf een groep te starten. Gewoon een plek om je huis open te gooien. Wij willen gewoon de familie willen we zijn. Het maakt niet uit wie er binnenkomt. Het zijn allemaal open groepen. Dus gesloten groepen die bestaan niet meer. Daar zijn we echt mee gestopt. Ik geloof gewoon niet in. Open groepen, familie zijn, iedereen is welkom. En wees familie met elkaar. Een plek waar mensen kunnen groeien, kunnen bloeien en tot ontwikkeling kunnen komen. Zo'n gemeente willen we zijn. Amen. Mooi. Ik wil een vraag mensen die gewoond hebben in een warm klimaatcultuur. Kun je even je hand opsteken? Kijk, dat zijn er heel wat. Ik zou jullie speciaal misschien wel even staan. Als je gewoond hebt in een warm klimaatcultuur, niet op vakantie bent geweest, maar echt gewoond, hè? Goed zo, ja. Wat tegen jullie wil zeggen, jullie hebben iets wat wij nodig hebben. Jullie hebben iets wat wij nodig hebben. Weet je, we hebben als leidersteam hebben we niet gezegd, we willen een warm klimaatcultuur, want dat gaat niet lukken. We zitten in Nederland en het is onmogelijk om in de gemeente zeg maar, een cultuur te hebben die lijkt op de warme cultuur van Zuid-Afrika. Dat gaat niet lukken, dat is ook niet het doel. Maar als de omgeving heel koud is en je bent zelf 1 of 2 graadjes warmer dan de buitenkant, dan word je verschrikkelijk aantrekkelijk. Toch? Ja, als het buiten 4 graden is en binnen is het 10 graden, dan denk je, oh lekker, oh lekker, aangenaam, heerlijk. Dus we hebben gezegd, wat zou het mooi zijn als de cultuur, de thermostaat van onze gemeentecultuur, 1 of 2 graadjes, 1 tandje hoger kunnen zetten. En ik geloof dat mensen die gewoond hebben in zo'n warm klimaatcultuur, jullie hebben iets gezien, jullie hebben iets geproefd wat we nodig hebben. En ik zou je gewoon willen vragen of je wilt overwegen om hier iets mee te doen. En je bent ook helemaal vrij om nee te zeggen. Maar deel uit wat je hebt. Hou het niet voor jezelf. Leef het uit. En misschien inderdaad om een groep te starten, maar ook inderdaad zondag na de dienst. Dat je zegt, hey, ik heb iets gevonden, ik heb iets gepakt. En ik
van die warmte wil ik uitdelen, zodat we het erop staat in de gemeente iets hoger kunnen zetten. Vader, dank u wel voor deze mensen. Dank u wel, Vader, dat zij iets gezien hebben. Heer, van een warm klimaatcultuur, van liefde en warmte en familie zijn, van gastvrijheid. Heer, gebieden waar wij in kunnen groeien en kunnen ontwikkelen. Heer, Vader, ik zegen deze mensen, Vader, dat zij gewoon in dit huis, Heer, zullen uitdelen, Vader, voor wat in hun zit. Zodat ze daarvoor kunnen leren en kunnen ontdekken. In de naam van Jezus. Amen. We gaan de muziek aanzetten. We gaan avond afvieren. Dat gaan we op een andere manier doen dan normaal. Ik wil je vragen of je groepen wil maken van pak een beet, nou 6 tot 8 mensen ongeveer. En het hoeft niet exact 6 of 8 te zijn, maar ook iets meer of minder, maar gewoon ongeveer zulke groepjes. En ik ga voor de rest niks doen, maar ik wil je vragen of je gewoon met dat groepje van mensen die je misschien niet zo goed kent, dat je avondmaal gaat vieren. Dus zorg ervoor dat dat groepje, dat ze allemaal iets van brood hebben en iets van druivensap hebben, en vier avondmaal met elkaar. Weet je, ik geloof, je hebt niet per se een voorganger nodig of een oudste nodig om het avondmaal te vieren. En dat weten we allemaal. Dat kun je thuis doen, dat kun je in een kleine groepen doen, maar dat kunnen we ook gewoon hier doen. Ik wil je gewoon vragen of je kleine groepjes maakt. En je mag bij een tafel staan, je mag ergens anders gaan staan, maar vier avonden met elkaar. Vier dat je deel bent van een nieuw verbond. Als je er een Bijbeltekst wil bij hebben, Markus 14, vers 21, zoek die op. Gaat over het avondmaal, lees het met elkaar en vier het leven met elkaar. Vier het leven wat we hebben als familie in Jezus. Zo dat we. Dus ga het even anders doen dan normaal. Maar maak groepjes, denk er ook niet te lang over. Wie zal ik uitzoeken? Zoek elkaar even op en vier avonden met elkaar. Oké, laten we gaan staan met elkaar. Oké, kom maar in beweging. Zoek elkaar maar op. Vier avondmaal. Achterin staan 1 of 2 tafels. Eentje, denk ik. Hier staan 3 tafels. En als je alleen staat, voel je vrij om bij een groep te staan. Je hoeft geen toestemming te vragen. Dus als je alleen staat, zorg ervoor dat je bij een andere groep staat. Thank you.
dat zijn er 5. Oké, toch wel meer. Mooi. Maar goed zo. Weet je, het is goed om elkaar te ontmoeten. Het is goed om elkaar te ontmoeten, juist in die kleine groepen. En ik wil je echt aanmoedigen, weet je, dit mag je elke week mag je dit meemaken. Niet alleen op zondagochtend, maar ook gewoon door de week. Dat je elkaar ontmoet in kleine groepen. Dat je het woord deelt met elkaar, dat je het brood breekt. Dat je elkaar bemoedigt. Kijk, sommigen die kunnen niet eens stoppen met praten. We gaan afsluiten. Vader, dank u wel. Nog even een beetje stil. Nog een beetje rust. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat we familie zijn. En ik wil je zegenen met vriendschap. Ik wil je zegenen met ja, community. In Nederlands het woord gemeenschap, maar dat heeft al van die andere associaties. Maar het gaat om bij elkaar zijn. Het gaat om community. Het gaat om familie zijn. En daar zegen ik je mee. Ik zegen met vriendschap, met relaties. Dat niemand in deze gemeente zich alleen zal voelen. Dat iedereen zich verbonden zal voelen met anderen. Dat we samen avondmaal vieren. Dat we elkaar ontmoeten in de huizen. Dat we elkaars harten kunnen delen, Vader. Dat we elkaar kunnen bemoedigen en aanmoedigen. Dat we zullen groeien om meer te ontdekken van het Koninkrijk. En dat we meer zullen gaan lijken op Koning Jezus. Zodat we meer impact zullen hebben in de stad waar we wonen. De wijken waar we wonen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Wel thuis. Heb een